klimaatakkoord is zo belangrijk omdat we met z'n allen aan gewerkt hebben. Overheden, bedrijfsleven, iedereen eigenlijk. Want we zijn ook allemaal nodig om bij te dragen aan een oplossing. Als alleen maar grote bedrijven iets doen, maar wij thuis niks, ja, dan schiet het niet op. En andersom, idem dito. Dus iedereen moet aan de gang en het klimaatakkoord laat zien dat als we met z'n allen aan de gang gaan, we ook echt verschil kunnen maken. De komende jaren zullen echt heel erg in teken staan van energiebesparing. Dus het verduurzamen van al die huizen, maar ook kantoren, andere gebouwen. Dus daar zal echt een hele grote klus liggen. Ik vind het echt heel belangrijk dat we nog veel meer duurzame energie in Nederland gaan krijgen. Want hoeveel energie we ook besparen, als we het niet duurzaam opwekken, dan schiet het minder op. Dus proberen ook echt goed duurzame energie op te wekken. Leg die daken vol met zonnepanelen en we komen een heel eind. Milieucentraal werkt voor alle Nederlanders. Dus ja, het klimaatakkoord betekent iets voor alle Nederlanders. Namelijk, ga zelf in je eigen omgeving aan de slag. Ga met je huis aan de slag. Kijk goed naar hoe je duurzamer kunt leven. Begin gewoon bij wat je kunt doen. Je hoeft niet meteen je huis van het gas af te halen en een warmtepomp aan te schaffen. Maar kijk, is mijn huis eigenlijk wel goed geïsoleerd? En kijk bijvoorbeeld ook naar je woon-werkverkeer. Kan je vaker op de fiets gaan? En kijk eens naar je voeding. We gooien ongeveer 1/3 van ons eten weg. Hartstikke zonde. Zit ook heel veel energie in. Dus kijk naar wat je kunt doen en het is in je eigen leven vaak al heel erg veel.